Het probleemgeval is het volgende. Okay. Ja, ik ga proberen te duiden. We hebben een paar goede scheidsrechters in Nederland. Kuipers, Nijhuis, Van Boekel, Blom, als die in zijn goede doen is. Dan hebben we een paar goede scheidsrechters. Het probleem is dat heel veel voetballers heel weinig incasseringsvermogen in hebben. He, overtredingen die over de streep gaan, te ver, zoals Amadi bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen, moeten gewoon bestraft worden. En een scheidsrechter kan het niet altijd zien. Maar we moeten niet allemaal gaan lopen mouwen en zeiken. We moeten gewoon accepteren. Je deelt wat uit en je krijgt wat. En het is ook zo dat we maar blijven zeuren. En trainers en iedereen die ermee te maken heeft over, ja, die scheids ziet dit niet, die scheids ziet dat niet. Er is maar één oplossing, videoscheidsrechter. Ja. Op het moment dat we dat met z'n allen constant blijven roepen, in plaats van dan over die te beginnen en dan moet die niet zeiken, dan moet de scheidsrechter dit beter doen en zo, dan komen we nooit verder. We moeten gewoon elke keer blijven zeggen, als we een twijfelgeval hebben, jongens, videoscheidsrechter, we moeten daarmee beginnen. En als we dat maar lang genoeg... gewoon tegen je vrienden thuis. En als we het lang genoeg volhouden, ja, ik zeg al tegen vrienden, hup, die, en dan weet je precies wat ik bedoel. Ja. Nee, maar daar moeten we veel meer naartoe. Ellende schelen. Ja, en nu krijgt Nijhuis er weer van langs. Die man heeft gewoon een hartstikke goede wedstrijd gefloten. En vervolgens gaat de Telegraaf nog eventjes. Volgens mij heb jij daar een foto van. Aan. Ja. Die gaat ook nog even kinderachtig doen over Nijhuis. Omdat hij schoenen draagt. Ja, heb je dat beeld nog? Ja, maar sinds jij daarover begint, hier is gewoon het hele land in de band van schoenen natuurlijk. Ja, over sneakers. Nou, Geert en Oude is gewoon de boosdoener, joh. Ja, nee, maar de KNVB heeft een contract met Nike. Nou ja, oké. Okay. Maar het is toch zo dat je bijna... Je kan toch niet iemand opleggen met wat voor schoenen hij moet lopen? Hij moet toch dragen waar hij het lekkerst op loopt? Precies. Nou, Michiel mag hier nou ook niet met Nike zitten. Nee, maar daar heeft hij zelf voor gekozen. Ja. Begrijp je? Als een scheidsrechter die onder contract staat bij een bond en de bond zegt, jullie moeten daarop lopen en Nijhuis loopt er niet lekker op, ga je toch niet op andere schoenen lopen? Dus wat heeft Nijhuis gedaan? Die heeft een paar Adidasjes waar hij lekker op loopt. Heeft hij zwarte gemarkeerd, heeft hij iets wat vergeten en de Telegraaf duikt dan weer op, want die krant moet iets ook... wat vergeten? Ja, even kijken. Maar nu doe je net alsof de Telegraaf op sensatie belust is. Ja, maar dat is dus dat ook, vind ik niet helemaal... Ik word ook doodziek van die krant, joh, die Telegraaf. Gewoon, daar moet je lekker de kachel mee stoken. Kom op, hé. Zo, moest er even uit.